Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ina et je suis le prof de français du lycée. Je vais vous expliquer le PTA du FVO. Voor je VWO bestaat je schoolexamen uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel is literatuur. Voor literatuur lees je twee boeken in Lea 5 en één boek in Lea 6. En je maakt in Lea 6 een praktische opdracht voor literatuur. Dat levert je vier cijfers op die elk één keer meetellen. Dan staat in Lea 6 steeds één vaardigheid centraal. De eerste periode is dat schrijven, de tweede periode is dat luisteren en de derde periode is dat spreken. Aan het einde van een periode wordt dat afgerond met een schoolexamen over deze vaardigheid. En elk van die schoolexamens telt vier keer mee. Alle onderdelen tellen dus in verhouding even zwaar mee. Omdat het eindexamen Frans alleen maar uit leesvaardigheid bestaat, trainen we vanaf het begin van leerjaar 6 al de leesvaardigheid. En uiteraard besteden we veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat. Ik hoop dat het zo helder is. Merci et bon courage.